best gear in the city. Check it out. The streets right here. And it sucked worse because of everything else that was going on. But with people dying all over the place, it didn't seem like it was the time or the place to bitch about needing a puff or two. Still, you'd think that there was still one smoker on the outside who'd tuck a couple of packs into the supply drops. But it ain't happened. Now, I hear you say, Rick, it's more important to include food and medicine. But geez, all those thousands of supply drops they've done, all the packages they dropped on our heads, and now you're looking for? The government's already picking and choosing who gets to do what based on essential needs. Yeah, I'm not saying that that's the way things are. What I'm saying, that's the way things could be. And I'm definitely saying that I'm absolutely fucking dying for a cigarette here. If you're holding, see if you can spare one cancer stick for your Uncle Rick, would you? Thanks. Gear for the streets, right here. Gotta see it to believe it. Agent, let's talk. Got something new. Hello, Manhattan and points beyond. Rick Velasquez here with all the news that fits my mood, Sprint. Or, you know, talk about. Because Sprint is dead, or so they keep telling me. Lots of dead things around here. Your attention, please. A group of carolers will convene at 1500 hours in the main hall. All are welcome to attend. Thank you.
Hey, anything you're looking for? Attention, please do not engage in snowball fights near checkpoints as they may distract the guards. All such activities are restricted to the designated play areas near the post office building. Thank you for your cooperation. Attention, please. The dental clinic will be open at 0800 hours starting Monday. Please register with Dr. Ellis for appointments. Come take a look. Attention, please. Please do not engage in snowball fights near checkpoints as they may distract the guards. All such activities are restricted to the designated play areas near the post office building. Thank you for your cooperation.
attention, please. The JTF is pleased to announce that limited internet access will soon be available at stations inside the technology wing of the base of operations. Please sign up for access by the tech desk. Access is limited to 10 minutes per individual. Morning at 09:30 hours. Parents are encouraged to attend. Another agent has joined your team. Don't be shy. Attention, please. JTF Command would like to thank you for your patience during this difficult time. Your cooperation is appreciated. The evidence for that particular theory is a little thin on the ground. Ain't just. Hey, anything you're looking for? $5 says, like $5 says anything these days. $5 says that the other guys have done the same thing, which means they still got someone making decisions, still got someone giving orders. If you thought they were going to curl up and die just because the boss got tagged, you got another thing coming. Best gear for the streets, right here. Best gear in the city. Check it out.
your attention, please. Extra blankets will be available for distribution at 1500 hours. One blanket will be issued per person. I'm seeing a large group of hostiles. Seconds until next wave. Next wave in 10 seconds. Next wave of hostiles starting now. Some EMP bursts inbound. Next wave in 20 seconds. Hostiles inbound in 10 seconds.
EMP blasts are inbound. Seconds until next wave. The next wave is about to begin. You ready to start scanning the objective? Next wave of hostiles in 20 seconds. Hostiles inbound in 10 seconds. Scan the target area.
minute remaining to complete the critical objective. Eliminate all remaining enemies. Scans indicate 5 hostiles remain. You've got 3 hostiles to go. I'm only seeing 1 more hostile. Hostiles inbound in 20 seconds. Ten seconds until next wave. A heavily armored hostile is inbound. There's 3 unfriendlies left. Scans say you got 1 hostile left. Tech is gonna go offline. 20 seconds until next wave. Ten seconds until next wave of hostiles. Alert. Shade Tech interacts are offline.
remain. Next wave of hostiles in 20 seconds. Next wave of hostiles in 10 seconds. Hostile wave imminent. And 5 hostiles remaining. You've got 3 hostiles left. I'm seeing 1 more hostile. Get yourself ready to scan an objective. Hostiles inbound in 20 seconds. Ten seconds until next wave. You must scan the target location. Support station fortification upgrade confirmed.
left to complete the critical objective. Get ready. Virus burst may be headed your way. Next wave of hostiles in 20 seconds. Hostiles inbound in 10 seconds. Virus bursts are inbound. Remaining. Come on.
seeing one more hostile. Hostiles inbound in 20 seconds. Ten seconds until next wave of hostiles. A heavily armored hostile is approaching. That remain. You've got three hostiles to go. Looks like your shade tech's gonna go offline. 20 seconds until next wave. Next wave in 10 seconds. Shade tech interacts are offline. Shit.
A support station fortification is under attack. Is taking fire. Okay, 5 enemies left. Can't say you have 3 enemies left. You've got 1 enemy remaining. Matches. From what I'm seeing, you're gonna have to deal with skill jammers. Hostiles inbound in 20 seconds. Yeah. 10 seconds until next wave. Zoop. Zoop. Alleen maar een kus houden van een reclaimer, hè? Zo daar houden ze van, hè?
Hallo? Links staan nog twee. Scanning indicates three enemies remain. Mocht het fout gaan, McCaddy, ik heb nog de recovery lane. Waar ben je dan? Oh, dat is een sniper. Hij is bij nummer 2. Eens kijken, hoe goed ben je nou? De 10 was hier. Hij hield goed, nou even. Gewoon even puntjes bewaren. Healers. En links, W14 was toch besmetting? Volgens mij wel. Rex, die zit achter een schot. Staat een met zijn station. Ik denk dat Caddy dat probleem heeft opgelost, of niet? Nee, er is nog een healer, een derde. Hoppa, nog twee. Een schild en een... Die is bang voor ons. Dus in feite zouden we deze nog moeten leven, overleven en dan zijn we er al. Ja. Soms wil het af en toe nog wel eens nogal een foutje maken in hun beschrijving. Toen hierin laten komen, zeggen ze ook zeggen dan. Dan. Jullie houden wel echt van een reclaimer, hè? Daar houden jullie van.
Maar, hoppa, dan gaan we nog een keer een vuurtje erbij. Kom er maar uit, jongens. Nou, hebben jullie zo'n grote mond, hè? Grote mannen. Achter zit twee snipers aan de linkerkant. Oh ja, aan de rechterkant, ja, een granaatwerper. Ja. Onder staat ook een sniper, het zijn drie snipers. Shield. Yeah. Next wave of hostiles in 10 seconds. Yeah. Oh wacht, dus de Hunter Wave, hè? Flits en granaten en tacklink, hè? Eigenlijk moeten we nou een beetje duwen. Hij is naar boven. Ach, dat kan je in. Link? I'm seeing one more hostile. Dit heeft me wel wat medkits gekost.
heb mijn jongen even meteen voor de groep gehaald. Yes, 20 seconds until next wave. Ja, maar ik heb ook munitie gegeven. Ik had misschien niet gehoeven, maar toch. Ik was het. Next wave in 10 seconds. Kijk, die is de grootverbruiker. Kijk, die moet kogels hebben. Ja. Oh, 75 punten nog! Support station fortification has received an upgrade. Ja. Als die boven zijn hoofd hebben, dan schieten ze ergens mee. Ja, ik kan nou moeilijk naar buiten. Maar we moeten wel als een groep eruit gaan. Ja, dat was wel fijn geweest mocht als Sleepy of Beast tijd had. Maar dat hadden ze niet. Ja, en als Kelly geen zin heeft, kunnen jij en ik erbij springen nog. En proberen Beast en Sleepy tegelijkertijd proberen te krijgen. Ja. Je snapt wat ik wil zeggen. Hier blijven. Waarom doe ik geen schade meer? Dat is raar. Eigenlijk had ik nou gewoon mijn Darkstone reclaim moeten hebben, een beetje. Kun je van meer toughness? Kan ik wat meer huppelen? Nee. Alleen die kan... die hield 3000 HP minder. Links zit een granatenwerper. Nee. Midden zit er een en bij Caddy zit er een. Het kan goed zijn dat er nou een scanopdracht komt, hè? Dan kan het een beetje tricky worden. Oh, Gatech gaat offline. Next wave in 20 seconds. Als je ziet hè, hoeveel kills Caddy al heeft, hè? En hoeveel kills ik heb. Caddy 135, Marinda 98 en ik. Hè. 39. Oh man. Ja. Maar ik zat te denken, hè, hoe ver zouden we komen als we hier de healing station hebben? En dan hier alleen maar met tacticians. Dat je hier met de tacticians zit. Alleen maar seeker mines en turrets. Hoe ver zou je komen? En al het geld in de station proppen. Dat je daar de healing van krijgt.
De turret doet alle schade voor de. Ja, maar als jij turret gebruikt en Seeker Mines. Wij hebben krachtige reclaimers, moet ik zeggen. Tacticians. Voordat ze hier zijn liggen ze. Eén vuurturret of twee vuurturrets of. Ja. We moeten sowieso ook een turret hebben voor de drones. Dat lijkt me ook wel een leuke challenge op zich. Hoe ver kan jij je eigen. Hoe ver kunnen we schoppen zonder reclaimer? En zonder al de pushpas. Zoals Sentry, Striker. En dan gewoon hier zetten. Ja, in feite is er maar één in- en uitgang. In feite. En als je die goed dicht kan houden, kan er geen kip door. Dat is wel. Of je doet alleen de omswitchen de wave voor de hunter. Ik zie dat een keer naar de reclaimer en striker. Maar dan maakt de challenge dan wat anders. Oké, nou gaat het een beetje spicy worden. 20 seconds until next wave. Hier moeten we gewoon snel zijn, snel heen, snel terug. Nou wordt het alleen maar vervelender voor jou en mij. En ik weet niet wat voor Striker Caddy loopt. Als Caddy een 9000 heeft, ja, dan maakt dat niet zoveel voor Caddy uit. Oké. Huh? Stop de data breach. Waar dan? We gaan er meteen heen. Want het wordt voor jou en mij alleen maar zwaarder maar in. Ik heb nog eventueel schild om ons een beetje meer te verdedigen. Recovery bedoel je? Ja. De survival heb ik. Wat dacht jij maar in toen ik jou die dingen stuurde van die Assassin's Creed op de telefoon? Die zag er wel leuk uit, vond ik wel. Ja. Oh. Healer. Die had je eigenlijk meteen opgeschreven, aangemeld.
Dat was ook, ja. Oh, ze schieten met verstoringskogels. Iedere schot die ik krijg raak ik verstoord, dan kan ik niks doen. Dan is hij nieuw. Of nieuw. Die komt zo. Oh, wat? Ik vroeg iets te veel politie hier. Ik vind oké. Ik kom naar buiten, maar die klappen die ik krijg, dat is niet leuk. Nee. We're looking at an incoming contamination anomaly. Next wave in 20 seconds. Next wave of hostiles in 10 seconds. Ja, dit wordt wel leuker. Warning. Virus bursts are inbound. Hallo. Weg. Zou van de reclamer. Rechts een engineer. En de slaander, natuurlijk die mij heeft vervolgd. Hallo. Hier ben ik. Hallo. Links zit iets bij Caddy's een poort. Twee dingen. En de slaander, die gaat over rechts. Hey, daar heb ik niet afgesproken met jou. Vuurkogels aan de rechterkant bij de sniper. Slaanders. Matches. Au.
Eentje zit draaien. Oké, die is gewoon naar deze. I'm only seeing one more hot stop. Ander rechts van Caddy, hij is boven. Ik moest hem eruit drijven, dan kon ik die maar afmaken. 20 seconds until next wave. Next wave in 10 seconds. Maar deze wordt heel vervelend. Want de bazen schieten ook met. Afmaken, niet treuzelen, gewoon alles afmaken. Als we hoog willen komen. Nek omdraaien. Als Caddy de kans krijgt en hij is overeind, zijn nek omdraaien. Er zijn er drie nog. Hoe lang dat ik te oh man. Allemaal hè. Yeah. Diverse kogels. Als Caddy wat hoger wil komen, dan moeten we nou niet gaan treuzen. Nou moeten we even gewoon wat we tegenkomen afmaken. Alles kort en klein. Ja, die krijgt ook klappen. Ja. Wow, man. Hey, Kung Fu. Oh, autootje. Krijg snel alweer je healing bij, of niet? Allee man, dat vind ik niet leuk, hè? Dik staat. Scanning indicates 3 enemies remain. Ja.
Rechts achter. Ja. Next wave of hostiles in 10 seconds. Dat doet zo meteen wel. Next wave of hostiles is beginning. Division tactics on enough. Nein! Je moet opletten, hier zitten er drie of zo. Nee, omdat hij niet verlaten. Om Kelly te redden. Die klappen die zijn voortaan te erg voor mij. Ik blijf even in de zweef even. Marin, laat maar. Wij doen dit wel even met z'n tweeën. Laat ze gewoon hierin komen. Even rustig afwachten. Laat ze wel even lopen.
Als je ze aan kan, gewoon gebruiken. Of gebruiken, pakken. Ik verzwak ze wel even met Seeker en ik laat ze wel even lopen met Seeker. Let's go, maar in. Yeah. Je bent al bezig met Caddy. Als je die een in de gaten houdt. Kijk, die is bij. Hij is naar links gegaan. Onze healing station, hè? Die is tot hier. Hij is goed. Hoe groot zullen we hem kunnen krijgen? Hoe groot kunnen we hem maken? 10 seconds until next wave of hostiles. Vision tech is het. Renners? Dan moeten we gewoon echt even weer hier blijven, want deze wave is best erg hoor. Bij Caddy? De rechts. Rechts, shop er nog. Links. Holy moly. Rex? Oh man. A support station fortification is under attack. Hij probeert ze uit te dunnen een beetje met de Seeker. Out
Links. Station kan het niet meer bijhouden, lijkt wel. Ik doe sowieso al geen schade meer, ik doe een beetje mee voor spek en bomen. Ik doe alleen een beetje schade als jij een beetje op zijn mix en ik zie van die bolletjes. Anders doe ik geen schade meer. Rex. Mochten we hem veilig halen, dan gebruik ik de schild om terug te rennen. Mijn turret sloeg aan op links. Blijf Caddy daar de tent afbreken? We zijn nummer 2. Ik ben weer een beetje aan het uitdunnen. Heb toch geen tijd? Nee.
Nee, mijn is al gebruikt om terug te rennen, Marin. Links zit wel iets, hè? Rechts zitten ze nou, net als je op links. Mag ik een fris drankje drinken? Oh, jij probeert Caddy bij te brengen erin. Ja. Ja, ik hou even aan dat het zo goed als ik kan. Het is wel een station, hè? Rechts maar in. Ik heb nog 3 medkits, kogels, dat kan toch wel even mee. Get ready. You're gonna have to deal with a contamination anomaly. Oei, deze gaat erg hoor, volgens mij staat hier de baas erbij. Oh man. Warning, virus burst incoming. Op die vier. Vispoutje. Rechts. Rechts. Links. Rechts, healer. Slaander. Hier nog op links. Hier nog links. Ik ben er al meteen ook al aan het uitzaan, hè? Ja. Links zit er ook een. Nou.
Dus kijk. We raken iedere keer verstoord, hè, omdat wij in een soort besmettingsgebied zitten. Of een soort, omdat we in een hoger niveau zitten. Ja. Elke ronde heeft een andere eigenschap. En het wordt alleen maar erger, die eigenschap. En meerdere eigenschappen door elkaar. Ja. Hunter komt. Neer. Ik heb er twee. Contamination zero. Joe Farrow op links. Rechts, links is Barrett volgens mij. Bren, links is Barrett. Ik weet niet hoeveel baas we hebben, we moeten wel op tijd dood. Anders volgens mij zit er ook nog eentje rechtsonder. Jij bent nou onze. Omkellen. Maak ze af. Want anders duurt het te lang. En dan kan ik het niet meer bijhouden. Shotgunner achter jullie. Twee shotgunners. Ik doe geen deuk aan een pakje boter. Help. Even eentje laten leven, dat we het spullen kunnen pakken, hè? En heel onze veld is bijna een healing station.
about to go. Support station fortification has received an upgrade. Ik heb al de spullen gepakt, maar toen jullie even bezig waren. Nog eentje de nek omdraaien. Hij begint nu al een beetje laggy te doen met skills, waar Marco zijn probleem was. Next wave in 10 seconds. EMP blasts are inbound. Ik doe echt bijna niks meer. Ik kan gewoon de accu hier niks zitten en zo van ja, ik kan wel schieten wat ik wil, maar ik doe toch niks. Lex? Oh, hij gaat er weer naar midden toe. Let op Caddy. Ik doe even een grotere oppervlakte verzwakken. Er zit eentje bij de poort, maar rennen bij de rechterpoort op jou te schieten en die springt nou naar rechts toe. Oké, die is mee bezig. Oh, hieronder, bij de trap. Oh, je bent wel zo. Allee jongen, dat vind ik niet leuk, hè. Zak weer een ding in is, hè? Meteen de oh, ik sta in de hands. En meteen naar buiten en dan meteen naar de laptop rennen. Ja. Oh man, ik wil hier een keer verstoord en dan ben ik niet verstoord en dan sta ik in de fik. We gaan door tot het bittere eind. Desnoods tactician cell nou, hè. En in feite kan Caddy gewoon wisselen als hij dat wil, maar alleen het gevaar is als we daar een laptop hebben. Maar tussen de laptoppen door kunnen we gewoon de tacticians bijvoorbeeld dragen. Let op Marin.
iets in me zegt dat nou hier naar de laptop weer is. Het begint echt weer buggy te worden. Links maar in, links. Komen er wel, duurt even. Hé, hey, het is nog knap met z'n drietjes. Het zijn alleen maar engineers. Dan krijg je weer shocktherapie. Dat was net toch ook al? Dat is raar. Oké, die krijgt harde tikken maar in. Engineer met mij maar in. Er zit rechts. Als er een laptop is, vlieg er mee heen. Ja. Next wave of hostiles in 20 seconds. Het is een gewone wave. Ze kunnen gewoon hier blijven. Next wave of hostiles in 10 seconds. Naar links kan de caddy. Het scheelt dat onze station best goed healing geeft nou. Ja. De helpt caddy nou ook een beetje.
En het is bijna over heel het speelveld. Mijn kist is even weg. Volgens mij waren jij en mijn Kelly nog niet zo ver gekomen. Dat was bij die andere. Maar niet hier. Volgens mij was 27. Dit is toch weer house. Mocht de dingen komen, heb ik altijd wel iets. You've got one enemy remaining. Waar ben je dan? Onder ons. Ik ben er jou aan. Hallo. Laptop, met z'n allen erop af, hè? Yeah. Rock and load. 10 seconds until. Wat zou het zijn, links of rechts? Daar zou ook nog kunnen. Scan the target area. Huh? Onder. Slaat mijn turret nou? Ja, die slaat aan. Ja, beide kanten.
Dan is het goed dat ik even daar mijn turret neer heb gezet. Als het te laag wordt, gewoon een healing. Ik ga even naar boven, hè? We hebben hem, hè? Als we kogels moeten hebben of medkits, moet dadelijk één iemand lopen en eentje laten leven. Want ik denk dat jij die wel door flink... We zijn al 130 minuten bezig. De Vision Tech is actief. Ik zeg ook, ik doe nou mee voor spek en bonus. Ring, je kan gewoon naar links lopen. We zijn allemaal op rechts. Ja, ik heb er nog maar één. Rex, 42 meter. Upgrade complete for support station fortifications. Uh-oh. Shade Tech is gonna go offline. Oh man. Het zou mooi zijn, maar ik ben er bang voor. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best, Marin. Meer kan ik niet doen.
got 5 hostiles out there. And one more hostile. Hostiles inbound in 20 seconds. Hostiles inbound in 10 seconds. Confirmed.
enemies remain. Next wave of hostiles in 20 seconds. Next wave of hostiles in 10 seconds. Hostile wave is imminent.
You got 5 hostiles remaining. You've got 3 hostiles left. Virus burst may be headed your way. Hostiles inbound in 20 seconds. Next wave in 10 seconds. Oh man! He locked that! Ik vind echt dat we goed bezig zijn hoor! Ik had dat niet gedacht dat we zo hoog waren! Ik dacht van we gaan wel tot een wave 26 en dan liggen we op de grond. Nou, we zitten bijna 10 waves erboven bijna. Oh nee. Ja, iedereen doet dat met z'n vieren. Wij, oh, lalala. We zijn bijna 150 minuten bezig, hè. Bijna 3 uur. We zijn kort bij. Maar de 3 uur. Zouden we de 3 uur kunnen halen erin? Nog 34 minuutjes ongeveer. Zouden we de halen? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Remaining.
Bij de niet moeten we hem even rustig aan doen. Links? Of rechts, sorry. Oh, dus we gaan carry. Kom rustig aan. Hij moet gewoon zijn tijd nemen. Eentje zit rechts bij nummer 3. Dan kan je die net niet aan. Desnoods moet hij maar. Desnoods wel, ja, ik weet niet of hij genoeg zwaar kan aanrichten, dat kan ik niet zien. Let op, let op, let op, midden bij de poort, midden bij de poort. The enemy is attacking a support station fortification. You've got one enemy remaining. Hoppa. Get yourself ready to scan an objective. Oh nee, dan gaan we nog dood. Next wave in 20 seconds. Waar gaan we heen? Waar moeten we heen? We vliegen meteen. 10 seconds until next wave of hostiles. You must scan the target location. Weg vooruit. Ik weet niet of Caddy kan linken. Oh, Marin, je moet hier de deur openmaken. Marin! Ja. Oh man. Multiple targets.
heb geen medkit. Ja. Oké, let op. Anders heeft hij te eten, blikvoer of zo. We gaan terug! De station, we zijn weer in de station. Dit is echt niet meer te doen, Beide! Ja, maar ik kan het niet. Waar Kelly het hoogst nodig heeft. Yes. Dit wordt erg. Next wave in 10 seconds. Warning, virus bursts are inbound. Dit is echt een. Rex? Schild op Rex. Ja. Ik doe de horde maar een beetje uitdunnen vast. Jongens, nog 23 minuten volhouden. Dan zitten wij met 3 uur in de resistance. Nee, dat mag niet. Thank you.
me! Links? I'm seeing 5 hostiles remaining. Come on, guys. Holy Kester. Kist is even weg, batterij is nog. Hey, kom op! Dan komt de baas, hè? Oei, oei. En net was je al heftig. De baas, toch? Jullie lopen dik in. Jullie zitten dik over de 200, bijna 300. Ik heb het nog niet eens de 100 aan. Next wave of hostiles. Goed bezig, Kaddy. Oh, links, links, rechts, overal, hallo! Bazen! Opstaan, Kelly. Erop. Ik
Another remote. Nog twee bazen, maar dan. Ja. Een rechterkant. Let op, Caddy. Ik kan die slaan wel even bezig houden. Maar... Ren, hou Caddy in de gaten. Oh nee. Er staan er hier drie of vier. Ik heb ook geen medkits. Dat maakt niet uit. Come on! Ik weet niet hoeveel punten er zijn. Als jij een caddy vlucht. Ja. Eentje daar laat leven. Eerste minuut, jongens. Looks like you got 5 hostiles remaining. Netjes. Let op Caddy maar in. Oh, Caddy heeft snijden. Rex zit er een, die komt nou naar mij maar in. Houd op, Caddy. Als je links blijft zitten, die ene gozer, dan moet je die twee op rechts nou doodmaken en naar rechts gaan naar de... Naar de kerst. Ja. Yo, naar rechts maar in. Samen Caddy. 1. Ga jij mee? Ja. Er zit er rechts maar in, zit hij. Ja, dat is niet goed. Oh ja, die moet ik ook nog even oprapen. De beloningen van de baas. Ja.
niet dood, of ben je nog niet zelf op? Voor mij mag hij dood. De allereerste keer kwamen we met moeite bij Wave 40 met 4 man. Hostiles inbound in 20 seconds. Oh man. Station. Nog 125 punten. Ja, maar ze doen ook klomp veel schade voort, hè? Ja. Laat ze aan Caddy! Ja. Wat meer moeite. Rechts, maar in, rechts. Hier had Beast bij willen zijn. Oh man, oh shit. Granatenwerper gebruikt. Rechts? Nou, je bent mee aan het helpen, zie je. Goeie beslissing van Caddy. Als het lekker gaat, blijven zitten. Het gaat goed. Oh man. Ja. Nou dacht ik, ik luister naar... Kerry, ik heb alles opgenomen, hè? Die kunnen we allemaal terugkijken, hè? Bijna 3 uur in resistance. Brinken halen, dat zit er gewoon niet in. Eén keer brinken halen en ze dood. Ik had 4 blikjes hier neergezet. Ik dacht van, mocht het gebeuren, wij zijn allemaal al op. Blikjes cola. Wat reizen even van de station? Hier had Sleepy misschien ook wel bij willen zijn. We zijn allemaal hier aan het teleporten. Ja, is goed. Wat? Gaat Caddy stoppen? Nee, dat snap ik op zich wel. Caddy komt nog wel eens af en toe naar buiten. Ik weet niet of jouw broertje meekijkt, Marin, maar de stream die loopt me gewoon door. En ik durf het hem niet te vragen, want ik moet hier zo goed in de gaten houden. Maar dit is eigenlijk een goede test voor de reclaimer. Die beeld van mij.
Man. 7 minuten, jongens. Dan zetten we er 3 uur in. Nog, we hebben nog goed gepresteerd. Met 3 man. Oh, ik wou. Dat was in de PTS, in de testserver. In de testserver kwamen wij vrij hoog. Toen hadden we Sentry, Predator, Reclaimer en wat nog meer. Nog iets. Ik weet niet meer wat. Ik weet niet meer. De Reclaimer, Sentry en Predator weet ik zeker. Maar de vierde persoon in de testserver toen de tijd, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat is alweer een kantig jaar geleden, man. In de testserver toen mijn ad. Toen zeiden we van, ja, we gaan Marcus tafel slaan. Hebben we toen gedaan. I'm only seeing one more hostile. Links. Sentry, misschien een final. Je kan kiezen tussen een final measure. Healer, extra. Om de reclaimer te ondersteunen. Maar je kan ook zeggen van. 1 of 2 strikers. Bewijzen van. Zou op zich ook wel kunnen, maar. Hoppa! Oh man! Nee! 20 seconds until next wave. Gaan we overleven? Next wave in 10 seconds. Virus bursts are incoming. Dat ging heel snel. Agents het ging 3 uur. Dat was snel. Hé, hey, maar we mogen nog in onze handen klappen, want we hebben dan met z'n 3 gepresteerd. Dan ga ik even meteen kijken in de Camp Clinton. Heb je goed gedaan. Ja. Ja. Even kijken. Resistance. Powerhouse. View friends. Ik weet niet of die meteen wordt geregistreerd. Nee. Dat wordt niet meteen geregistreerd. Ik ben toen tot 20 en jullie waren tot 27 samen met Beast, denk ik. Beast, Marinda en Caddy staan allebei op. Maar misschien dat dat morgen verandert. De... Ja, dat is elke dag. Ja, dat denk ik.
Bijna drie uurtjes.